2023 was een fantastisch jaar. Wij bij Midvliet TV hebben ontzettend veel mooie reportages gemaakt en er gebeurde van alles. U kunt dat zien nu in het jaaroverzicht van Midvliet TV. In Museum Saanzijn is tot en met 7 mei de overzichtstentoonstelling Een andere wereld van de Voorburgse kunstenaar Rick van Ypres te zien. Er hangen op de expositie 20 schilderijen van Rick van Ypres. Hoe zijn jullie te werk gegaan bij de selectie? De selectie is echt volledig door Rick zelf gedaan. Het is een hele persoonlijke tentoonstelling. Echt een echt overzicht wat voor hem de belangrijkste werken zijn in zijn oeuvre. Dus de enige persoon die selectie kan maken, dat is Rick zelf. Maandagavond 6 februari heeft Lions Club Voorburg Prinses Marianne een cheque overhandigd aan het Voorburgs Opera Koor. Er komt een verrassing. 1, 2, 3. Het is echt jammer, Hans, vind je ook niet? Vroeger was er geen puin op, maar was het feest? Vroeger was het feest, ja. We hebben hier zulke leuke dingen meegemaakt. Toen had elk dorp 1 of 2 bands. Of 3 zelfs. Leidse Man heeft aardig wat bands gekend. De Chevy Rockers, de bands van de gebroertjes Hoijmans uit de Rode Pannenbuurt. Ja, ik weet niet meer wie allemaal, maar Voorburg had de Sandy Coast en die hadden, ja, de Raspers hebben ze gehad. Die hebben ze misschien nog, dat weet ik niet. Na 2 jaar corona kon dan eindelijk het carnaval ook hier weer losbarsten. En het feest ging allemaal van start in het raadhuis met de traditionele sleuteloverhandiging. En wat vind jij van carnaval? Heel leuk en gezellig en heel leuk om mijn vrienden en mijn familie te doen. We staan nu bij de car Gaaiers in Gaandrië. Klopt, van de Arnies. Hebben ze dan soms ook een jeugdbende? Ja. Jazeker. Ja, dat zijn wij intussen niet meer. Hebben jullie nog stripboeken in de kast staan thuis? Lucky Luke en Donald Duck. Dat zijn mijn favorieten. En hebben jullie lang aan de car gebouwd? 4 weken. Het kan zelfs explosief worden hier, toch? Ja, dat klopt. Het is een echt stripverhaal, is deze wagen. Het is vandaag vrijdag 24 februari. Een bijzondere dag, want het is een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En ook in Voorburg is er aandacht aan besteed. De oude kerk is speciaal verlicht in de kleuren van Oekraïne. En vanuit Voorburg is het initiatief ook nog verder gegaan in het land en zelfs internationaal. Samen met Gerda Peters, de bijerdier, de stadsbijerdier van Voorburg, hadden we het idee. Eerst was er een ander idee met koren, maar dat gaan we alsnog doen in augustus. Maar de bijerdiers doen al heel veel voor vrede. Klokken en vrede hebben iets met elkaar te maken, want als het oorlog is, worden klokken vaak omgesmolten tot wapens. Dus als je ze kan horen, betekent eigenlijk dat er vrede is. Dus dat is heel mooi. Aanstaande maandag 6 maart hebben we een nieuwe burgemeester, Martijn Vroom. Maar eerst nemen we nog afscheid van Jules Bel, die de afgelopen 1,5 jaar hier waarnemend burgemeester was. Maar het mooie is wel, vind ik, ik kende Leidse Land Voorburg absoluut niet toen ik hier kwam, dat het heel veel groen heeft, het heeft veel evenementen, het heeft veel culturele bagage, het heeft veel erfgoed. Het is echt wel heel erg de moeite waard om hier te zijn en een poos ook te mogen verblijven. En de Vliet is natuurlijk ook een mooie verbindende factor. Is ook een mooie verbindende factor en het heeft gewoon heel veel te bieden. Ja. En Stompwijk, ook weer een kern op zich? Ja, dat lijkt een beetje op mijn eerste gemeente. Eemnes is een gemeenschap waarin tegenwoordig zo'n 20 grote agrariërs het hele polderlandschap beheren met elkaar en hun agrarische bedrijf uitoefenen. Ik wil het verhaal van de Leidschendam Voorburg, Stompwijk, ook maar eens aanhoren. Hè? Want om nou gelijk binnen te komen en te zeggen, dit moet anders, dat moet anders, dat moet anders. Zo arrogant ben ik niet. Maar ik heb wel ideeën, want ik kijk natuurlijk al een tijdje ook binnen de regio, ook naar deze gemeente. Ik ken ook wel wat mensen hier en ik heb Jules Bijl uitvoerig een paar keer gesproken. Dus ik heb wel een beeld. Maar of dat beeld klopt en of dat nou echt zo is dat wat ik dan denk dat dat beter is, dan moet je ook maar even meemaken. Op 10 en 11 maart organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties binnen Nederland NL Doet. Ja, dat is een bijzondere dag elk jaar. Want dan komen er heel veel mensen die meehelpen om de stadstuin zomaar klaar te maken eigenlijk. Hè? Want het komt heel goed uit dat het in het voorjaar gebeurt. Want we hebben altijd, toch het is een tuin, dus die is altijd in rust in de winter. Maar in de zomer hebben we bijvoorbeeld de zandbak die weer gevuld moet worden. Woensdag 15 maart was het Nationale Boomfeestdag. Op veel plaatsen werden er bomen geplant, ook in Leidschendam-Voorburg. In de tuin van Dorrepaal werden 3 bomen geplant. Charlotte Bos, raadslid in Leidschendam-Voorburg van D66 en woordvoerder natuur, was er ook bij aanwezig.
En zij legt uit waarom de Nationale Boomfeestdag zo belangrijk is. Nou, ik vind het ontzettend mooi initiatief dat het nationaal is, want bomen zijn heel erg belangrijk. Ook dat kinderen daarbij betrokken worden, want de jeugd heeft de toekomst. Ik ben natuurlijk zelf, mijn achternaam is Bos, dus bomen en bos vind ik heel erg belangrijk. Maar het is ook voor de natuur heel belangrijk, voor ons welzijn. Het is een oud begrip, denk aan de levensboom, door alle culturen, dus het verbindt heel erg. Onlangs is galerie Artie Brak weer terug verhuisd naar de oude locatie bij het Zwaantje. Maar er is alweer een nieuwe galerie bijgekomen aan de Herenstraat in Voorburg. En daar staat popmuziek centraal. We zijn al een jaar of 15 bezig met het schilderen van muzikanten die we zelf leuk vinden. Of tekenen natuurlijk, want mijn vrouw Elsie schildert met name en ik maak de tekeningen.